Zo, een hele goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Wel bos, geen hardlopen. Vaderdag. Er zijn wat andere dingen geweest. Dan hardlopen. Het volgende natuurlijk, het voetballen is nu eventjes voorbij, dan is er rust, zou je denken. Er zijn dan van die mensen die thuis wonen, dat heet dan je vrouw, die gaan dan bedenken van, we kunnen misschien wel eens een keer een slaapkamertje gaan renoveren. Nou, tadaa! De deur is hartstikke goed om dat te doen, want dat moet gewoon af en toe een keer gebeuren. Dus slaapkamer van de dokter opgeknapt, maar dat gaat allemaal dan in één keer, in één dag. Moet het dan ook, zeg maar, nagenoeg klaar. Dat is natuurlijk nooit te doen. Dan krijg je natuurlijk situaties dat er spullen van de slaapkamer afkomen en die worden ergens gedumpt. Oftewel, hier. Oh, en dan krijg je natuurlijk spullen, ja, je ziet het. Baartje. Ik had eigenlijk gisteren willen douchen en dan worden plaatsen spullen ook wel geplaatst zoals hier. En nou, dan word je verbannen naar de slaapbank die we hebben. Zoals hier. Maar dan ligt er eentje naast je die dan enorm kan likken sturken. En dat is niet je vrouw, maar dat is deze. Nou. Verhaaltje compleet, een beetje gebroken nacht. Ik voelde me niet fit genoeg om dan eventjes een hardlopen sessie te gaan doen in het bos of iets dergelijks. Nou, we hebben dadelijk een brunch met z'n allen. En daar ben ik nou even voor naar de eierboer geweest. Even eitjes gehaald, dat is namelijk in het bos. Tenminste, die zitten daar aan het bos. En dan gaan we dus dadelijk lekker eitjes maken. Oh nee, dat ga ik niet doen. Dan gaan de kinderen gaan ervoor zorgen. Tenminste, dat was de optie. Maar goed, ik heb de eieren in ieder geval gehaald en dan zie ik dadelijk wel hoe dat allemaal gaat uitpakken. En dan gaan we natuurlijk vandaag verder, ondanks dat het vaderdag is, om die slaapkamer even af te maken. We waren gisteravond bezig met de kast. Die hebben we niet helemaal afgekregen. Dus ja, dat is ook de reden waarom dat natuurlijk dan die puinhoop op de gang en op het bed komt te liggen. Omdat je gewoon niet helemaal klaar hebt gekregen. En dan is de uitwijking om naar een slaapbank te gaan. Ja, je hebt hem. Dus waarom zou je hem niet gaan gebruiken? Maar nogmaals, door die kleine doerak die lag naast me, die kan een partij snurken. Dan zeg ik jou daar. Dat had ik gewoon niet verwacht dat die zo kan snurken. Maar goed, dat is dus wel gebeurd en daarom ben ik vandaag niet aan het hardlopen. Misschien dat ik dan nog een twijfeltje heb om eventueel dan misschien vanavond nog te gaan fitnessen. Dat hangt weer een beetje van het weer af, van de dag af. Ik weet het allemaal niet, maar we zullen wel zien wat vandaag gaat worden. Maar goed, in ieder geval, ik rij weer de straat in van mijn house. Dus dat houdt in dat ik zo ga afsluiten. Dat heb ik in ieder geval mijn zondagpaardje weer gedaan. Nogmaals, zonder hardlopen. Of andere sportactiviteit na of voor dit item. Maar goed, dat andere is ook belangrijk. Moet ook een keer gebeuren. Goed, nou bij deze ga ik dan afsluiten. Ik ben thuis, dus dan zou ik zeggen tot de volgende keer. We gaan ook bijna beginnen. Volgende week zondag hebben we nog een vrije dag. En dan gaan we beginnen. We hebben aanstaande donderdag gaan we met Juliana een ontmoeting. Kennis maken met alle spelers erbij en de nieuwe trainer. Natuurlijk heb ik als staf wel al kennis gemaakt met de trainer en de assistent trainer. We hebben wat dingen op tafel gelegd. Dus de rest horen ze donderdag bij een meeting.
Dus daar ga ik verder niet veel over zeggen. Ik zou in ieder geval zeggen, tot de volgende keer. En dan hoop ik dat ik wel weer gewoon een rondje heb kunnen hardlopen in het bos. Ja, dat dus. Nou, tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. En dan zie je volgende week weer terug. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe.